De eerste 6 woningen van City of Para worden tegen mei opgeleverd. Dat verzekert de voorzitter van de Stichting Projectontwikkeling Para, Ricardo Panca. Ruim een maand terug is de eerste steenlegging gedaan voor het woningbouwproject. In de eerste fase zullen er 1200 woningen worden neergezet. Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden gestart. 5 personen zijn in aanmerking gekomen voor een financiering via de SPSB-bank. Terwijl 1 persoon uit eigen initiatief een woning laat bouwen. Naast woningen zullen er ook scholen worden gebouwd, vertelt Panca. De bedoeling is dat we doorgaan met de bank, in elk geval. Omdat dat voor heel veel mensen een mogelijkheid is om te kunnen beschikken over eigen woning. De bank biedt die faciliteit en we gaan er heel flink gebruik van maken. Maar daarnaast zijn wij ook bezig met investeerders voor dit project. Omdat we ervan uitgaan dat de stichting alleen dit groot project niet gaat kunnen opzetten. Het gaat te lang gaan duren natuurlijk. Het kost enorm veel geld. Prijzen van goederen en diensten die zijn gestegen. Maar desalniettemin is het en blijft het een aantrekkelijk project volgens het concept dat we willen neerzetten. We hebben het ook gezegd, we praten dus niet hier over een verkavelingsproject. We praten dus over een woningbouwproject. Dat betekent dat het dus ook gestoeld is op stedenbouwkundige principes. We praten over educatiecentra, dan praten we over onderwijs. Ja, we willen hier in het gebied een scholengemeenschap opzetten. Omdat we zitten in het gebied dat ook aansluit met Wanica. Het achterland hier zo kan aansluiten. Hier in het gebied gaan er heel veel kinderen en studenten naar de stad op school. Of Lelydorp. En hier zijn een heleboel mensen die ook op de studenten die op de universiteit zitten. Toch? Middelbare scholen. Ja, en het is een offer voor al deze studenten om uit dit gebied te moeten gaan tot en met Paramaribo of Wanica om te studeren. We kunnen dat opvangen hier middels dit project en zorgen dus dat Para in elk geval ook beschikt over een scholengemeenschap, een HAVO, ja, middelbare opleidingen. En voor zij dus die de VOJ en VOS moeten bezoeken. Om in aanmerking te komen voor een woning op City of Para, wordt er eerst een voorselectie gehouden door een van de partners van het project, Fastfind International NV. Ook worden er sessies gehouden met de mensen die interesse hebben in een woning. Directeur Hesdy Ommen vertelt welke vragen het meest worden gesteld tijdens deze sessies. Grondtitel willen ze vaak weten. Hoe zit het daarmee? De meest voorkomende vragen is dat ze de vergelijking maken met andere aannemers waar die zeg maar over de kop zijn gegaan. Dat zijn de meest voorkomende vragen. Dus de burgerij is toch wel wantrouwig? Zeg maar. Dat klopt. Dat klopt helemaal. Maar ja, dat komt, ik neem ze niet kwalijk. Het is wat ze overkomen. Wat zou op bestuurlijk niveau moeten gebeuren om dat wantrouwen weg te halen uit de burgerij? Op bestuurlijk niveau, ik denk dat de wetgeving wat aangepast zou moeten worden. De wetgeving zou aangepast moeten worden, met name bij de verkavelaars. De wetgeving is sowieso wat scherp. Zodat men nu, zeg maar, men vraagt, de eisen zijn zeer hoog voor het verkrijgen van een verkavelingsvergunning. Maar ik denk dat de wetgeving ook nog de mensen moet gaan beschermen. Dat als de mensen gaan verkopen, dat de wetgeving toeziet dat de kavels hypotheekvrij zijn. Hesdy Ommen, van directeur van Fastfind International NV, partner van City of Para. Waarover hij zich enorm zorgen maakt, is de betrokkenheid van notarissen bij de vele vastgoedfraudes. Volgens Ommen moeten notarissen daarom goed onder de loep